De Nationale Commissie Jubileumjaar 2023 heeft de herdenking van 160 jaar afschaffing slavernij ook inhoud gegeven met een expositie over traditionele klederdrachten. Deze activiteit is geopend door president Chandrika Prasad Santokhi. Het staatshoofd wees erop dat de nazaten van de slaafgemaakten enorm trots mogen zijn op dit cultureel erfgoed. Dit zorgt ook voor een stukje verbondenheid en behoud voor de toekomst. Dat is de waarde van deze kleding. Het heeft een historische waarde. Het heeft een emotionele waarde. Het heeft een waarde van verbondenheid. Maar tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de steeds verder ontwikkeld wordt. En andere cultuurgroepen ook meegenomen worden hierbij. Mijn mensen. Zulke exposities zijn belangrijk voor de jongeren. En ik nodig de organisatie uit om de jongeren te mobiliseren. Dat ze ook naar die expositie komen. Ze moeten ook leren. En ook een bijdrage leveren aan de continuïteit en behoud van ons culturele erfgoed. En daar is een taak voor ons weggelegd. Wij verkeren hier het land in een situatie waar we met ons allen gezamenlijk slavernijverleden kunnen herdenken en vieren,